Den Haag, de stad waar het ooit allemaal begonnen is. De beatstad van Nederland. En nu elke zondag met mijn vader presenteer ik deze muziek aan jullie. De zomer van 2001 zijn we gestart op Kijkduin met de boulevard of Golden Oldies. Mensen kwamen naar me toe en zeiden van ja, nou is het september, nou is het afgelopen die muziek. Heel de winter niks. En van daaruit is eigenlijk de Haagse beatclub ontstaan. De beatclub elke twee weken op de zondagmiddag hier in de duinzaal van Bowling en Partycentrum Ockenburg Active. Dat bevindt zich aan het Wijndalerduin 25 in Den Haag. Kortom, het zijn eigenlijk allemaal bands die in de jaren 60, 70 furoren maakten. Dus waar komt nou de naam de Haagse beatclub vandaan? Op Scheveningen had je in de jaren 60 de beatclub. Die zat onderaan de galerij. La Galerie. En we zijn er vanmorgen nog even wezen kijken. Is die muziek nog steeds hartstikke live. There will always be music. De beatclub bevindt zich nu hier in Ockenburg, anno 2018. Kluitingsdag vorig jaar, het bezoek van Jacques Senf. En hij was reuze enthousiast. Nou, we hebben inmiddels al voorgesteld om hem te bombarderen tot erevoorzitter van de Haagse beatclub. Ik heet u van harte welkom. Ik hoop dat u erbij bent. Met z'n allen gaan we terug naar die roemruchte jaren. Lekker wat eten, wat drinken, bowlen. Het kan hier allemaal in Bowling en Partycentrum Ockenburg Active. En ik hoop dat jullie allemaal in de wintermaanden weer willen komen. Voor de entreeprijs hoef je het zeker niet te laten. €5 entree.